Het werd 8 minuten over 10 uur en we zijn ondertussen beland in de tweede mic. En we hebben een hele volk binnengekregen ondertussen. Een hele studio vol volk eigenlijk. Ja, een hele studio vol volk. Ja, inderdaad. We beginnen met het tweede gedeelte van het programma, dames en heren. Beginnen we eigenlijk ook in schoonheid, want we hebben meteen ook vrouwelijk schoon erbij gehaald om deze aflevering, het tweede stuk van deze aflevering, mee in te kleuren. Het is een kandidaat die op deelneemt tenminste voor het Face of Beauty Benelux. En bij mij zit Annelies van der Keren. Annelies, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Annelies, vertel eens. Face of Beauty Benelux. Welke verkiezing is het? Face of Beauty draait vooral om innerlijke schoonheid. Mm-hmm. Daarvoor moet je vooral inzetten. Je inzet ook voor het goede doel. En het meisje dat de Benelux mag vertegenwoordigen gaat naar de wereldfinale. En vertegenwoordigt dus de Benelux tegen alle andere landen. Ik kan me voorstellen dat dat een intensieve voorbereiding is. Ja, vooral, maar ik ga er vooral van genieten. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, zeker. Vanwaar de passie, Annelies, om deel te nemen aan een dergelijke verkiezing? Mijn zus, Amber, heeft ook al aan verschillende verkiezingen meegenomen. En dankzij haar heb ik zo'n beetje de microbe overgekregen. Of kun je dat iets zeggen? Ja, ik wil het ook graag eens proberen. Ik stel me soms de vraag dan, je doet mee aan zo'n verkiezing, dan moet je natuurlijk promotie voor jezelf voeren, onder andere. Ja, tuurlijk. Vooral moeten we veel promo voeren, maar nu heb ik het wat druk met school. Mm-hmm. En binnenkort komen ook de examens aan en de finale is in het weekend tussen de examens. Ja, dus dat maar dat komt volledig in orde. Zeg ze vlug erbij. Nee, maar ik weet dat zeker. Dat weet je zeker. Mag ik vragen welke studies je volgt? Ik volg sociale en technische wetenschappen, ook in het centrum van Brugge. Oei, dus dat wordt heel druk eigenlijk. Dat valt nog mee. Dat valt mee, oké. Zeg, wat onderneem je allemaal om promotie te voeren naar aanloop van de verkiezing? Vooral flyers, gaan flyeren. Bijvoorbeeld, ik woon vlak naast het voetbalstadion. En bij een voetbalmatch kan ik eens langs gaan en promo voeren en flyers uitdelen. Ja, je komt ook net van de kapper. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een onderdeel natuurlijk. Want je zegt bij het begin ook van, oké, innerlijke schoonheid is belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat ook uiterlijke schoonheid belangrijk is. Ja, vooral vaak de sponsors bezoeken. En natuurlijk moet een mis er goed uitzien. Ja. Ja, de uitstraling is belangrijk. En wat doe je daarvoor? Bedoel je mee, is ook een beetje letten op voeding en dergelijke meer? Hoort dat er ook bij? Ja, in mijn vrije tijd doe ik wielrennen. Ga ik vaak trainen met mijn opa. Ik heb het van hem wat geleerd, want... Mijn papa was er nooit echt voor mij en mijn opa heeft mij leren fietsen, wandelen, lopen. Ja, dus alles. Een beetje het sportieve. Ja, dankzij hem heb ik dat meegekregen. Ja. Zeg, wat kunnen onze luisteraars doen om jou vooruit te helpen? Je kan pas stemmen via Facebook vanaf 8 juni. Mm-hmm. Maar je kan vooral de pagina liken op Facebook, Face of Beauty Benelux. Ja. Ik deel de pagina nog met de 3 andere finalisten. Ja. Stel nu, je wint de verkiezing. Dan kan ik me voorstellen dat het leven er een klein beetje anders gaat beginnen uitzien dan daarna. Ja. Omdat dat ook de eerste keer is dat ik deelneem aan een verkiezing, dat zou natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, uitzonderlijk zijn. Ja, ja. Maar ik ga vooral mijn best doen en me goed voorbereiden. Het kan allemaal natuurlijk, hè. De eerste keer deelnemen en meteen winnen, dat kan allemaal. Zeerlijk, ja. Maar jullie worden wel goed begeleid, heb ik de indruk, door Doriana. Jana is eigenlijk een beetje de moeder van de hoedekroek. Ja, dat is zo echt. Die indruk heb ik wel. Echt een dame met power. Ja, inderdaad. Ik vroeg haar om inderdaad wat interviews en plots stond mijn mailbox op ontploffen. Dus dat is alleen maar te danken aan Jana uiteindelijk. Ja, dus, ja. Goed, zeg Annelies, mag ik jou heel hartelijk danken om eventjes te willen langskomen. Ja. De mama ook, want zij is de chauffeur van dienst. Dat is het van Brugge naar hier, ja. Ja, inderdaad. Dat is het tol zijn van mama zijn natuurlijk, hè, want dan moeten ze voeren. Maar ik denk dat mama dat leuk vindt. Hè. Mama steekt de duim in de lucht in, dus dat is goed. Zeg, ik wens je heel veel succes en hou ons vooral op de hoogte van wat er nog allemaal zal gebeurt. Zal ik zeker doen. We zijn altijd bereid natuurlijk om ook met Radio Meteor een steuntje in de juiste richting te geven. Voilà, bedankt. En nog een Dank heel fijne voorbereiding. Goed, dat was alvast onze eerste praatgast. Straks praten we onder andere ook nog met Jeroen Soenen. Die komt praten over het rugby in Roeselare. En we hebben nog een andere kandidaat voor een Miss Badjesverkiezing in Roeselare.